Er werd al in het Fries geschreven tussen 1300 en 1500. Deze oud-Friese teksten zijn door Oebele Fries vertaald in het Nieuw-Fries en het Hollands. En te lezen in het boek Azega is het dingtijd. Azega is het dingtijd. Alsa het is. Hier is een pad van de oud-Friese taal in oerleveren. En dat is de Richthofen-collectie, zo heet dat nou. Echt pronkstukken van de collectie van van Tresor. Dit heet echt dat Friese erfgoed, zullen we ze kennen. Azega is het thingtiet. Alsa het is. Het oud Friese is nou voor elk makkelijk toegankelijk terug het verschijnen van het boek Azega is het dingtijd. In het midden staat het oud Friese en versieden het Nijfriesk en het Hollandsk. Ja, we mogen vanzelfs blij wijzen dat er in het oud Friese dingen opgeschreven binnen. Want men kan je voorstellen dat er taal binnen dat in de tijd, hoe dit opgeschreven is, helemaal niet in opgeschreven is. Dus net alle taal binnen lieke gauw al Safir dat er in schreven wordt. En maar het Friese is het zo dat er dus, nou, in elk geval het zo van plusminus 1200 handschriften binnen dat het oud Friese in verslijn is. En dat we het houden oud Friese teksten, dan gaat het dus om teksten van voor 1550. Want dat nemen we oud Friese traditioneel. Het hier zou wijzen kennen dat we uit die tijd heel dal geen teksten op schrift thuis verdwaan hier. Dat er misschien heel dan net Friese schreun wie in die tijd. Zo is het bij Galicië in Noord-Friesland, Noord-Duitsland, die Noord-Friese dialecten, die binnen in deze periode tenminste wel spreutsen, maar net opschreven. Er is niet op schrift oerleveren, daarbij in het Friese, in het Noord-Friese. Maar in ons part van Friesland, zeg maar zeggen, en het Friese taalgebied, weer doet trouwens wel groter dan het Friesland van Joerdedij, daarbij hebben we dus wel verschillende van dit soort van handschriften. Er moet nou, om toezien hebben nou wel Friese ek praatwijzen in elk geval het noordelijke deel van Holland. Holland bob het ei, misschien zelfs wel een Katwijk daar, bij de kustlands, daar zal Friese praatwijzen in die tijd. Maar er is, maar om 1100 begint dat al uit te stieren. En in die tijd waren er nog niet, van zover we weten, in het Friese op schrift stelt. En daar hebben we dus helemaal niet in het Friese. Maar we hebben wel Friese handschriften uit net alleen uw part van Friesland, maar ook uit de omland van Grijnsland. Want dat wie ik Friestalig doe nog in die tijd. En ik uit eerst Friesland. En we kennen wel zeggen onder rivier de Wezer ta. Friesland weer nu een heel groot gebied, eigenlijk langs de kust. Wie dat ik een ienheid? Als je taalkundig bezoek weet in zekere zin wel een ienheid. Op mijn oor meert weet ik een ienheid, want ze hebben daar hetzelfde rjocht. Dat is wel heel bijzonder, want politiek bezoek weet net niet en niet. Politiek bezoek weet zeker net niet en niet. Het bestuur uit allerhande Lietse landjes, een soort men van Lietse republiekjes die het zelfs bestuurden. En ja, dus geen eenheid, al weer er wel een schoft lang een soort van geerwerkingsverband, de opstandsbeheer. Dat binnen zo'n artikels in feite. En mijn nou vorm je die soort van ja, statuut, zo wil het wel zien, van het verbond van de opstandsbeheer. Zou alle Friesers skipperd weren. Ze leefden ja, ook hier als ze eerst in een landgang nomen, dat je in een pik toen naar bernde. En de ozerom, die met de keizer dat je landgang nemen heden. Die ozerkerren alle Friesena. Geef der England oer Herad orde, ouder van de Soezer naar Serada, jeft van de Norse skavizige, dat de seks, de zogende hulpen, dat het al zo wel machten, zat er een seks hok. Die Sredakere, jef dera zogen Zeelanden, een welle onderjuchte farra, luide Ravia, jef da morsla, dat da seks, dat zogen het zwingen, dat het elle rjuchte farra. Die Fjardakere,
Geen samen wief halen, mis hornand, mis loede, mis domand, mis drechte, dat je emmer scholde afnestol bisitta. Die vief ta kerre. Wie zou een man nemen, een wief, to kwern aan to koeoeder, en die al zijn dingen sjaneste ze hem gaat weren? En hem daarna een kind gaat roerde, en dat kind schenade, en hem dat wief liavede, dat hij ze daarna afgenomen, dat jou, niet dat kind, niet mag de nene afnestol bezitten, niet der kinder neen, der jou bij hem tegen. Frits van Oostrom, Neer Lannicus, specialiseer in de Mitsjoen, kregen het eerste exemplaar van Azega is het ding tijd. De Oud-Friese rechtsteksten zijn ook vooral vanwege hun poëtische klank en stijl heel beroemd in de wetenschap. Dus er zijn niet veel talen die vergelijkbare schat hebben en al helemaal niet zo vroeg. Voor het Hollands of het Vlaams eigenlijk. Mijn boek gaat eigenlijk grotendeels over de Vlaamse literatuur natuurlijk. In die 13e eeuw stelt Holland, zeker cultureel gesproken, nog niet zoveel voor. Maar goed, voor het Vlaams hebben we uit die tijd helemaal geen rechtsteksten. En niet zoveel en niet zo kleurrijk. Dus het Fries is in dat opzicht echt iets heel bijzonders. Het is ook nog nooit helemaal goed verklaard waarom dat nou zo is. Maar nou ja, daar zullen we ook wel over blijven piekeren in de wetenschap. Maar we moeten maar beginnen met heel blij te zijn dat ze er zijn. Er is natuurlijk een gezegde, wat je niet zo vaak meer hoort, maar Frisia non cantat. En het boeiende is juist dat als je nou naar die Oud-Friese teksten kijkt, die zijn veel poëtischer, veel zangeriger als u wilt, dan de tegelijkertijd verschijnende Vlaamse en Nederlandse teksten. Dus het is vooral in die hoek dat ik... Het allermooiste is natuurlijk, en dat is ook een beroemde tekst onder de paar kenners die van deze materie zijn, dat zijn de rechten van het vaderloze kind. Theo threden neet is, zat het kind is stoknakend, jef de hoeslaas, ant thenna die thuster nevel, ant neet kalda winter, ant theo longe thuster nacht, om dat toenen gliet, sa farret allere mannen gewelik ons in hof, aan ons in hoes, aan ons in warme winkelen, ant dat wilde diaar, seekt thera birga glie, ant den holle baam, aldeer het zijn lief ohne behalde. Sa weinat dan skriet dat onjerig kind, ant wepet denne zijn nakene liethe, ant zijn hoeslaze, ant zijn veder, der hem reda skolde, wit den honger ant den nevel kalde winter, dat hij sa diape ant alsa dimme mit fjor neilem is onder eke, ant onder der molde besleten ant bithacht. Sam moot theo moeder hier kindes erve zetta ant cella, derome dat jou ach plee ant plicht, als longe sa het onjerig is, dat het noder froost, nee honger, nee in vangenskip oervarre. Waar gaan we die boeken nou skruien? Ja, dat weten we net. Nee, dat weten we net. Zie, daar had kopiësten ook eerwijst die de opdracht kregen van, van Waakrijk, dat weten we echt net, om dit soort van teksten in een handschrift op te schrijven. Dus hoe dat krijgt om een tag in is, ja, dat wil dus net overleveren. Ben deze teksten nou ek u tretje 100 of kan ze ek al ouder wezen? Nou, die teksten zelfs, die kennen soms wel volle ouder al wezen. Maar... als het ging om Rjocht dat nog altijd een tapas waard, nou ja, dan moest dat vanzelfs ook heel tijd op een nij weer oeskruin worden. En dat weer dus wat de kopiisten deden. Die leveren dat op bestelling. Ze is dan een tekst uit Ommeland, uit Hunzingo, om krijg te wijzen. Dus dan neemt de Hunzingoer kersen. En daar staat Crazy Onion, die binnen versteld in die vorm in het jaar 1252. En er wordt zelfs zijn hoe het versteld is, namelijk door de abten en de wiesten van dat gebied, van Hunzingo. En dat dienen ze nog in het Friesk? En dat dienen ze in 1252 daarin, wat nou Grenzon is, in het Friesk. Dus we moeten eens vaststellen, wie in het gebied Hunzingo, dat is op het vlak van de poorten van de stad Grens. En
om nog eens wat oor te nemen. Het Friese vrijheidslied, het gedicht over de oorsprong van de Friese vrijheid, dat is ook oerleveren in een codex die uit Hunsingo afkomstig is. Het is een verdrongen stukje skietnis voor Goormeesken in Grijnsland. Ja, maar ik geloof wel dat het in Grijnsland bij Goormeesken tenminste staat. Want dat begint te vroren. En dat ze toch ook wel beseffen dat dit ook te haar skietnis is. En dat net zo is dat men dat maar sluchtwij ontkennen moet. En het nieuwsgierig is trouwens het verschil tussen Grijnsland, de omland, en eerst Friesland. In beide is de taal verdwenen, zeg maar tegelijk ook. Maar het Friese besef, dat is in eerst Friesland vol bewaren bleef. Oors als in Grijnsland. Dus de taal die is daar min of meer gelijk worden aan die in Grijnsland. Maar ze broeken ook nog de naam Friesland, eerst Friesland. Het is een stuk van haar identiteit bleun. Voor haar is het een stuk van haar identiteit bleun. En het is heel bijzonder dat het in Grijnsland, in Ommeland, net zo is. De romrofte Friese vrijheid werd door de Friese verliend door Karel de Grutte. Als koning Karel in de kniepen komt door de Saksen, komen de Friezen uit haar zelfs naar zijn hof om hem te helpen. Ja, sprekendeer Tofara de koningen wiegand lieken. Ja, wel de alleen afjuchten wie de Romera heren voor het keizerlijke rieke. Ja, nomen dat scherpe zweert aan jere honden. Ja, gingen Tofara der burg stonden. De heren binnen der burg dit gezegen, op een veld jom dat vrezen te strijden daartegen. Een oordeel werd der opgeheven. Monig door wiegand werd nieder dat der geslagen. Daar, tot der stoende, die vreza hastlijke om de heren vjuchta begoende. Zeerlijke de heren onbe dat zegen. Alle balden ze door der burg vlegen. Die vreza volgera met ontwieflijke zinnen. Hoe hij dat burg kreftlijke winnen. Vaak, opa dat leste, woene ja dat burg ant heren dat beste. De hoorschriften hebben lang in eigendom west van von Richthofen, die wennen in Silesië. In 1922 wil zijn dochter de wetsboeken verkeerpje en vreegt er 15.000 goenen voor. Er komt een actie om geld op gang. De boeken zitten nu in het literaire archief van Tresor. En de inzamelactie begon met het benadrukken van de wetenschappelijke waarde van de collectie. De teller liep al gauw op tot over de 5.000 gulden, maar dus belangena niet genoeg. En door een intensieve actie onder instellingen en notabelen kroop het bedrag naar de 10.000 gulden, maar dus nog steeds lang niet genoeg. En toen kwam Douwe Kalma, onze grote literator, maar vooral leider van de Jong Friese Mienskip. En hij wist bij veel mensen de snaar te raken die de actie uiteindelijk tot een succes maakte. Ja, binnen een libbestik Friesk volks- en rugslibben, uit de tijden dat het Friese volk grut en vrij wie. En mijn gouden zullen de hoorschriften oerbracht worden naar de konselerij. Azega is think deed. Alsa het is. Een geding waard in de midsjoen net laat trod de rechter, maar trog de Azega. De Azega, dat is de man uit het volk die het rocht ken en die maat hield in. Op een rechtzetting een onwijzing aan Jan van hoe mat het nou. Dat komt hier trouwens, die rechter, dat is een soort van ambtenaar die van boetenaar stuurd wordt. En die ambtenaar hoeft net echt zelfs een kenner van dat rechter te wijzen. Azega is think deed. Alsa het is. Alsa voor deis, sa ibi land rechter jou thing heia onthalda. Oer alle jouwe berjal dan. Als vier zat hem jouwe bonnere keith het. Ze agi hem te oerbonnene thingslietene, dernzone, zonder acht, aan onglest. Zet er een man dwee behalve jouwe orleve. Ze wedder ze hij hier nu awarve ze, ze hij forst te ware komen. Des greve ban, bonne ik oer alle mine berjaldan. Als ze deen to lastene,
zat die azige het door jucht te delen. Want hebben alle mannen ek, menen wissine zelen, dat je jucht dicht aan te waren brengen. Aan dat onthellende zee, weer onder ljude vallen aan om den afranen. Azega, had aangewied door dwanen om deze nieuwe jera. I agen vrede to bonnene daam eerst, weer is aller haarist. Alle goddeshoesum, en alle goddesmonum, en des goddeshoeses erve, den allra hagesta vrede. Dat het neen man ne binere, ze bi tessie, jefta bi tjune, bi erre, jefta bi skerre. Dat agen da ljude to lovjane, en i agen juwe bon weerom to ledzene. Willet u dat loofja met de handen? Gee God wie! Za fa i op alle menelijke. Za bjaat ik des greve bon, als za dene to lastene, za die aarzige delet het, ant i loof het hebbert. Van bepaalde misdien, weer de straf, het, wat in het Nederlands neemt, het rad braken. En dat houdde in dat de dat eerst de misdadiger ja slim mishandelen wat zullen we nog zeggen, maar een peel waren de jerms en de schonken stekingslijn, pijnlijke affaire zelfs. Daarna werd het slachtoffer de misdadiger op zo'n red op zo'n ciel lijn en daarna was zo'n ciel op een BM zet en die persoon die dit laat ondergaan moest, die wie heel dan aan het deer op zijn stuit. En dat waren tien voordat die echt deer west haar ziel. En dat wie een verschrikkelijk lange en pijnlijke marteling. Binnen er nog meer straffen uit die tijd? Die het nou is net meer binnen? Dat is wat in de Oudfriese tekst wel neemt wordt, omdat het wordt als brek en bron. Brek en bron, dat houdt in dat de persoon die straf voor de mat zijn hoes in een brand stutsen wordt. Afbrutsen wordt eventueel en in een brand stutsen wordt. De boetes voor vergriepen werden krekt omschreven. But aanbaand of snor uitskwot. Elk 5 marken en 2 onzen of fjouwer onskuls eden en een goeds eet. Bluwende kelens, fjouwer onzen. Trogsnijen van de wimbrauw, fjouwer onzen. Gevoeligers voor jitte en kjeld. Zierskellingen in te vorderen met een oeskulds eet. De lippen in zijn hele heer en veer aasnien. Tretjen en een tredde mark. Als het eer in zijn hele heer en veer draaien hakken is, alve merken en 5 skellingen en fjouwer penjes. Ik is een stukje voorlezen, zou u dit... Ja. Nou, ik ga je nou een van de beide Hunzingoer codices. En, nou, zoals hier, ik eens kijken hoe het eer dat er alweer. Hier is dit. Jef, der een are, al of is. Thieu bote, bi 15 merkum. Jefta 15 ether, te ruchtene. Dus als er een eer al, dat betekent heel dan al is. Nou ja, zo'n bord verschilt, dat vind ik net eens van Uslis. Al of is. Ja, ik kan dat schillen. Thieu bote. Thieu is de. Bote is boete. Bi. Vijftene. Nou, dat is gewoon een stel met 15. Merkum. 15 marken. Dus daar zit het boetebedrag. Dus dan is de boete daarvoor 15 mark. Daar komt het op del. Een van de teksten in het boek had het opschrift Dit is ek Fries Krijocht. Waarom heet dat zo? Nou, wie mij oornemen dat dat een soort van aanvulling is op het al langer bestaande Fries Krijocht. Maar Dit is ek Fries Krijocht is vooral van belang en vooral nieuwsgierig vanwege één artikel dat erin staat. Één onderdeel. Dat gaat namelijk over de plicht van de Friezen om mij naar de Sediek te onderhouden. En die Sediek die wordt er in omschreven met een prachtig beeld. Namelijk als de gouden hoepel die het om heel Friesland leidt. Dus de diekplicht weer een dure plicht. En voor de hele mensen van levensbelang.
Dit is ook landrijkt. Dit wie Friese, Hagen en de Zeeburg to stiftende en to sterende. In de geldende hoop, derom bij al Friesland lief. Die skil onwessa, allera jerdik even haar oren. Dit is salta zee, wie ze des dies ante des nachtes toos willet. Die skil die uitrosten ante die inrosten, des wieges plichtig wessa. De streta des winters en des zomers, mis wegkaat, mis wijnen toevarende, dat die wijn de oren meta mogi. Als hij die inrosten tot het dikke komt, ze hagen al zijn graten en vrezen op het dikke. Als ze offer de wie lassen werpen, en als ze offer de wie dat zerk hovi. Het er dan een boete dikke, als ze velo, heles landes. Aan het grene sturmes zet er een dik stazel met die halde mogi. Ze halde hine der missi. Aak nethere nauwet sa velo boeta dike heles landes aan het grene sturmes zet er een dik met de halde mogen. Ze hagere binnen dike 30 fota turves aan 30 vetmato gerse. Dat skel wessa alla fenon aan de fili eer sante fites die. Utas keluvi Friesa uza land halda, met triumtouwen, met sa spada ant met sere berre, ant met sere forke. Aags keluvi uza land vera, met ege, ant met orde, ant met a bruna skelde, met sene stapa helm, ant met sene rada skeld, ant met dit unruchte herskippi. Al dus keluvi Friesu halda uza land, van ova to uta, ja woes God helpa wille, aan Sante Peder. Voor Albertina Soeboer, ze schreeuwt gedichten, romans en toneelstukken, is het Oudfries een bronne van inspiratie. Sowieso heb ik iets met mijn oude teksten en mijn oude taal. Ik heb ook Latijn en Grieks en Oud-Spaans. Dus, en ik heb altijd iets gewoon met zulke teksten als de geschiedenis haast onrijdje kist. Ik bedoel, die teksten zijn oud en als het dan leest en best er mijn studie had, dan heb ik altijd het gevoel dat de geschiedenis even heel dichtbij is. En met Oudfries voel ik dat ze mooi het gevoel hier van, oh ja, nou is de nou kom ik eindelijk voor mijn gevoel wat dichterbij die Friesgeschiedenis door deze teksten heen. Dan mijn grote verbuistering zie je er ook heel mooi stikken in. Dus die daar qua taal en beeld heel poëtisch vind. Dat vond ik heel mooi. Tegelijk ben ik wel wat frustreerd, want ik kwam erachter dat de Friese literatuur helemaal geen helder verhaal had of zo, of nauwelijks dat soort dingen had die de orenliteratuur en wel had. En dat het eigenlijk toch voornamelijk rusteksten binnen. En dat voel ik als kroon ik wel wat de frustratie op een bepaalde manier. Want hij is net een mooi verteld verhaal van, nou, en toen hing de Sun God en dat wie de God van de grijden en die dit en dit en dit en dit en dit. Dat hebben we dus net. Dus dat voel ik wel een beetje. Nou ja, net, ja, dat dacht van, oh, dit is dus echt heel iets oors. Nou, ben ik zo verwittig, dat is eigenlijk wel best. Want als kroer, jou dat mij een heel soort vrijheid om bepaalde dingen gewoon zelf te bedenken. De zegen van Karel de Grutte en Kening Redbad had Albertine Soeboer broekt voor de theaterproductie De Grutte Stwarm. En dan is het zo dat Karel op een gegeven moment die wil eigenlijk het rucht haar van de Friese, want de kinderen rucht spreken oer de Friese. Maar dat weigeren ze eigenlijk. En dan stuurt er ze de zee op in een skip zonder riemen, roer of touwen. Nou ja, dat is wel duidelijk, dat komt net goed. Want als je de zee opstuurt, kom je net wel even thuis. En in de Oud-Friese tekst wordt er sprutsen oer dat er tolven man in dat skip de zee opstuurd worden. En daar verschijnt er een tredje. En dat is natuurlijk christelijke symboliek. Hè? De 12 discipels en de tredje, dat is Jezus. Maar wat er dan gebeurt, die figuur die verschijnt mij in bielen. Nou, dat is heel heidens in wezen. Dus daar is eigenlijk waar zo'n verhaallaagje zo tromkor heen. En ik heb in mijn tekst heb ik daar mijn boete. En dan
Het reddende man, ik ben je redder. Mijn kruisbiel is je roer. En de tolde man, en waar ben je? De treddende man, ik ben Jezus Christus. En de tolde man, nou die besteedt net. De treddende man, ik ben de man die je het wetter oerbrengen zal. Ik ben de man die door het wetter rennen kan. De tolde man, nou dat besteedt lieke min. De treddende man, zeg maar. Albertina Soeboer werkt op het stuit aan een historische roman over die tijd. Nou, het is al heel eind, maar ik wilde even net de volgende nog eens zeggen, want dan krijg ik daar steeds vragen over. Ik heb wel eens, heb ik een paar dagen zitten scrollen, dan heb ik echt moeite om weer in uw tijd te komen. Dan moet ik wel wat mee uitzien, want ik ken, hoe zei dat, ik verdwijn gewoon helemaal in zijn verhaal. Dan denk ik, oh ja, ik moet naar de supermarkt. Dus dat moet ik ben er, dat heb ik wel. Zijn passie heb ik daar dus wel voor. Ik ken er altijd wel om leidje, maar voor mij het wel een soort van zoekkracht. Dus dat gaat wel vier, ja. De eindigste dag in het Nederlands, de dag des oordeels. Nou, de laatste dag is dat eind. De eindigste is laatste. De 15 tekens voor de eindigste dag. Dat is een beschrijving. Ja, dat geeft je echt de grieze of de grauwe van wat aan de eindigste, de laatste dag, vooral geeft. Dit zijn de 15 tekenen. De eerdomes die komma's kennen. De Sancte Hieronymus van te schrijven aan de Jozana Bokel. Des eerste dies, ze stiegeth alle wetter, vuurtig vithma boven alle bergen, en stondeth to likere wies en thiomore, der van stenen evrocht is. Des ouderes dies, ze werdeth ze liek dere zelve skipnisse, der ze bifarra werden. Des thredde dies, vallath ze alsa siede, dat ze neen age bisjane mee. Des jugenda dies, ze vallas alle dat timber, van aasta dere vralde, to westa dere vralde, en werd dat al gadur to brekken. Des tjanda dies, werd jou vralde u evenat, en dere selva skipnisse, die ze was, eer ze oeze drochten u schepenheden. Des threttiende dies, ze vallet alle da stera van da himmele. Des vuurtiende dies, ze sterfet alle da liode aan skillen der efter opstonda mit oudere datum. Der efter werd domes die. Ze komt onze Heere met alle sine anglon en met alle sine heligon. Ze bevas, alles afraald, als ze het espene laaf. Als ze initiaas, met zijn kronen, en met zijn spieren, en met zijn nylon, en met zijn zornende kronen, en met zijn vier wonden, die aan de kruise zolden voor ons en voor al manneskelijk slacht. Er is een nieuwe generatie jonge oud-Friesisten in opkomst. En er zullen altijd creatieve en nieuwsgierige mensen blijven die hier door geboeid worden. Er zullen soms mensen zijn met Friese achtergronden, maar ook helemaal niet per se. En laten we niet vergeten, ze zullen dan merken dat het ook iets heel bijzonders is. Dus het is wat dat betreft ook waard om je in te specialiseren. En ik denk zelfs dat het ook voor de studie ervan en ook voor het leven ervan in de cultuur goed is. Dat het niet alleen in Friesland wordt bestudeerd. Natuurlijk zal het daar op het hoogste niveau gebeuren en met een bepaalde extra affectie. En dat is ook heel erg goed. Maar het is veel te, als ik dat zo even mag zeggen, veel te belangrijk en veel te groot om het alleen aan de Friezen toe te bedelen. Het is van veel groter belang. Thank you.
Thank you.